Oeie. En hallo allemaal en welkom bij een nieuwe episode van Nethercrack. Ik ben hier met een nieuw lid. Samen met mij is Sander. Hi. Alle actieve iMiners mochten mee. Dus yep. We zijn hier samen met Tim ook nog en Matthias. We hebben allemaal nieuwe kleurtjes gekregen en... We hebben de oude span ook meegenomen van iMine. Ja, we dachten als we de actieve leden mogen we meenemen, waarom niet de hele span? Ja, dus ja, nu hebben we dat allemaal meegenomen. Dus nu kunnen we wat leuks gaan erin bouwen. Toevallig is de Iron Golem Farm helemaal opnieuw gebouwd en nog steeds kapot. Hij is opnieuw kapot. Ja, opnieuw kapot, ja. Verdorie Jordi, jij weer met je deuren plaatsen. Ik snap nog steeds niet dat we Jordi als actieve iMiner zien. Ja. Ja, ja. Maar ach, we hebben nieuwe kleurtjes en ik heb geen idee waar ze op slaan. Ik vind het prima. Ik vind het helemaal mooi. Veel roze hebben. En ook weer niet. Dus we zijn hier bij Spawn en ik zat Ito te kijken, dat doe ik eigenlijk altijd. Maar ik kijk Ito regelmatig en daar zag ik een hele leuke contraptie in en die wil ik ook bouwen. En mijn eiland is te klein ervoor, dus we doen het op Spawn. Het is de Sandworm ding idee. Ik weet niet of je ooit in de Efteling Rollercoaster Tycoon hebt gezien, maar het is hetzelfde idee. Je hebt een blok en dat wordt dan ergens heen gepusht en dat gaat dan weer ergens anders heen. Het gaat weer ergens anders heen en uiteindelijk komt het weer terug op plek A. Cool. En we hebben in Minecraft hebben we daar een heel mooi mechanic voor. Dat is zand, gravel en rode zand, dat valt. En ik dacht van, wat doen we met rode zand? Ik bedoel, dat contrasteert mooi met het blauw wat we hierover hebben. Het wit. En het... En het bruin. Groen. Dus ik geef jou eventjes alvast wat blokken. En dat... Ik denk dat je zo hier alles hebt. Ja. Hoop ik. Ik heb voorbereid. Voorbereiding en zo. Absoluut niet mijn inventory leeg van de goudfarm. Dus mijn inventory zit helemaal vol. Deal with it. Dus het idee is... We moeten ergens een startpunt hebben. Ja. En het wordt ook meteen het eindpunt. Natuurlijk. Ja. Dus we moeten... Zeg maar rekening mee houden dat niet te dicht bij de boom. Dus misschien hier voor het bord. Hier voor het bord zouden we kunnen doen. En dan kunnen we twee kanten op, van die kant en die kant. Gaat het niet vreemd worden als we tussen het pad door ineens zo'n ding maken? Dat iemand daarin valt? Want dat gaat serieus gebeuren, ik zie het ze gewoon doen. Ja, ik zie het June ook zo doen. Maar als we het hier laten uitkomen... Ja. Yeah. Want het is maar twee blokken, zeg maar. Of drie blokken groot, diep, zeg maar. Dus. Oh. Pff, speed. En krijg ik nu natuurlijk weer flint. Luilak hebben slaps gebruikt. Voor mij is het nog ergens gebeurd. Ik was het niet. Ik heb de span niet gefixt. Oké. Zo, ik was niet zo rijk. Hebben we dirt niet in de crafting? Nee, niet eens. Oh, kijk, hier kan ik mijn kobbel kwijt. Dirt. Nee, geen dirt in de crafting guild. Zes soorten hout, steen. Hout dat ik eigenlijk weer moet bijvullen. Nee. Want ja, nou, iedereen mee. Neemt dingen mee, maar hervult het. Het zat ooit helemaal vol. Ik weet het, ik heb het ook lange tijd heb ik geprobeerd bij te houden. En de Iron Golem heeft nog steeds geen naam? Nee. Ik weet niet eens hoe die hier binnen is gekomen. Sommige dingen... dat kan alleen op iMine. Only on iMine. Only on iMine. Oeh, chestplate. Je zou toch zeggen dat iemand ooit dirty heeft achtergelaten? Perfect. Dus zullen we... We moeten ergens beginnen. Ja. Of we kunnen het hier... Ja, maar dan moet de boom eentje meer naar rechts... En die boom heeft te veel rechten daarvoor. Laten we dat maar niet doen. Maar dit is niet de boom van rechten. Alle bomen hebben rechten. Ja, dat weet ik. Maar deze boom... Nog steeds niet. Deze boom heeft het recht om één verplaatst te worden. Ik weet niet. Ik weet niet of deze boom dat wel wil. Zullen we het vragen aan hem? Ja, kunnen we doen. Eens kijken of ik in mijn ender chest het vragenformulier heb. Even kijken. Ik heb geen vragenformulier. Fuck. Ik ga eventjes een nieuw vragenformulier maken. Eén moment hoor. Waar is het vragenformulier materiaal? Zo.
Zo. Zo, vragenformulier gemaakt. Oké. Okay. Boom, wil je verplaatst worden? Ah. Daar heb je het antwoord. Ja. Ah. Perfect. Dus. Gaat die sign klagen dat we hem verplaatsen? Uh-oh, nee. Niet de sign weer. We hebben de sign vergeten. Kijk, en nice. Daar is een verplaatst materiaal. Perfect. Hop. Waarom moest hij eigenlijk één opschuiven? Nou, als we het hier laten landen. Oh, dan kan hij hier... Dan kan hij hier zo langs. Ja. Ah. Ah, daar is over nagedacht. Wat 10 seconden. En ik hoop dat we dan... Sorry? 10 seconden maar. Oh, oeps. Dat is de boomse rechter zijn tweede kind. Oké, okay, zullen we beginnen met bouwen? Goed. Ik weet niet dat... Zou Tom het erg vinden dat we onder zo'n ding bouwen? Ik weet niet. Zit het heel erg in de weg, denk je? Dat zie je niet. Nee. Oké, okay, fair enough. Hier, zo, ja. Ja. Hoe bouw je dit ding? Oké, ik heb op mijn tweede beeldscherm Ito staan. Hij gaat 4 blokjes naar beneden. En plaats daar een furnace. Dat is heel belangrijk. Denk ik. Ik denk het wel, anders nemen we al die blokken weer mee. Nu ik me bedenk, hè. Kunnen we die muur 1 kleiner maken, omdat Tom het door heeft? Denk ik niet. Oké, we moeten het design iets anders gaan doen dan hij heeft gedaan. Het idee. Oh, ik heb een idee. Kan ik dat hier doen? Oké, je hebt een furnace. Daaronder heb je een... Die... Oh, Sander, we hebben... Oh, we gaan gewoon dieper bouwen. You need to go deeper? Ja. Achievement get. Denk je dat het werkt? Hij gaat best wel omhoog. Ik denk dat het wel kan. En dan gewoon hier achter een... Ja, dat gaat hij toch niet zien. Wil ik het weten? Het is dat we het weten en Tom kijkt toch nooit naar episodes, dus... En Tom werkt toch nooit aan de lotto. Wanneer was de laatste trekking? Weet niet. Moet ik even vragen aan mijn linkerhand. Zeg je linkerhand? Ik denk dat de lotto inactief is. Oh. Voor mij hebben we al lang een trekking moeten hebben. 1-6. We zijn al 9 dagen te laat. Damn it! Tom, fix je lotto. Niet dat ik eraan meedeed, maar... Niet dat ik eraan meedeed. Oké. Dus, hij komt dan op dit blok. Ja. Yeah. Dan is de theorie dat... Heb jij repeaters? Nee. We hebben materiaal voor een repeater. Crafting nee. Table. Jawel, ik heb steen. Jij steen? Ik heb steen. Ik hak met steelstarch. Oh ja, ik heb alleen cobblestone in mijn inventory voor een of andere vreemde reden. Oh, wacht. Ik heb aan... Hier, zie je? Ik had overal aan gedacht. Dus, repeaters. Ik had... Zie je, daarom moesten we die boom weghalen. Ik had hout nodig. Oh. Wow. Daar hebben we die boom niet voor verplaatst. Nee. Dat lijkt me zo. Groeit die nu uit naar een grote boom? Oh. Dat gaat echt een nachtmerrie worden. Okay, eventjes de blokken weghalen dat die grote boom kans kleiner wordt. Zou Tom het erg vinden als we een blok in zijn muur redstone blok maken? We moeten niet je hele muur aanpassen. Nee. 3/4 maar. Heb jij een repeater? Of 4, 5, 8, 12? Zoek hout. Daar. Jungle. Niemand gebruikt jungle. Waarom heb ik dat... Waarom heb je dat ooit gedaan? Daar gewoon items moeten doen. Dirt. 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 Maar straks denken mensen nog dat ze dirt hier kunnen halen. Ja, maar... Ja, nee. Misschien? Oké, ik heb 4 repeaters. Dat moet voldoende zijn. We moeten het design een beetje anders doen als Ito, dus... There you go.
Ik denk dat we genoeg redstone hebben in deze server. Dat is ons triggermechanisme. Dus, een blok land. Oh, fuck. We hebben een probleem. Dan? Als er een blok land... Oh, ik kan het fixen. Het probleem is dat er een piston achter moet. Oké. Dus dit. Oh, wacht, nee, dat breekt de zand. We hebben een klein probleem. Wat dan? Onze lotto? Dat. Het is niet dat hij... Het is niet dat hij het merkt, toch? Als we nou gewoon... Wacht, waarom bouw je daar naar binnen? Reden. Kunnen we hem niet eentje naar deze kant verplaatsen? Maar dan vallen mensen erin. Denk ik. Toeristenval, komen meer mensen naar de lotto. Toeristenval. Nee, ik vind het goed. Ik ga helemaal... Opzij. Vriendjes blijven met Tom. Dat is heel belangrijk. Wat? Weet niet. Oh. Zo. Oké, nu heb ik nog een uitgang. Mooi. Heus niet subtiel of zo. Dus je hebt een blok. Die gaat het omhoog gooien. Dan heb je het blok wat het omhoog gooit. Kijk, ja, die doet het. Dan heb je het. Heb je het? Ik weet niet. Ik had misschien eerst in creative moeten bouwen dit. Hup, game mode 1. Doe Jordi ook altijd, toch? Dat was een geheim. Oh, shit. Oké, ik moet wel één blok van Tom aanpassen, denk ik. Hoezo dat? Omdat ik de repeater moet poweren. Ik moet dit doen, zeg maar. Wacht, misschien kan ik er iets op vinden. Want hier achter komt... Ik heb een idee. Uh-oh. Ideetje? Ideetje. Recht naar de maan. Oh. Daar komt je mee aan. Ben benieuwd wat die weer gaat beleven. Altijd een slim idee. Denk het toch niet. Ik had wel enigszins gehoopt dat je een slim idee had, zeg maar nu. Oh ja, ik heb een geniaal idee, maar daar ben ik even... daar ben ik heel eventjes mee bezig nu. Heb je materialen nodig? Want misschien dat ik het bij me heb. Ja, maar als ik zeg wat het is, dan... Oké, ik wil geen spoilers. Ja. Het is net als de Hunger Games, ik wil geen spoilers. Maar ik heb hier een varken gevonden en ik ga hem opeten. Wat een varken is het? Wat? Ik heb het varken opgegeten. Sander. Spoilers! Nu heb je de hele Hunger Game verpest voor me. Oh, sorry. Hij heeft het varken. Wees blij, ik moet het derde boek ook nog lezen, dus. Ik lees geen boeken, ik kijk alleen de film. Ik ben er zo in. Naar de boeken gekeken. En de taal in de film snapte ik niet, dus ik heb maar de ondertiteling gelezen. Dus ja, het is wel logisch. Yeah. Kijk inderdaad de boeken en lees de films. Oké, fair enough. Heb je trouwens al aangemeld voor UHC? Ik zit, voor UHC wat? Dat sowieso. Oh. Maar voor Ultra Hardcore? Nee, voor de Hunger... Hoe heet het dit ding? Death Games. Nog niet. Moet ik wel doen, maar dan heb ik eigenlijk wat armor nodig. Okay. Ik loop nu een beetje armorloos door overal heen, et cetera. Is er een anvil op spawn? Ja, yeah, Crafting Guild. Ik heb er ooit echt heel veel geplaatst, maar ik weet niet meer waar. Ergens in de hoek. Echt, ik was maar aan het plaatsen. Het was leuk.
Ik had volgens mij een stack Anvils gemaakt. Oh ja. Maker Tim. Zo. Wow, dit is speciaal. Ik moet een recipe gewoon opzoeken. Oké, okay, comparator. Oh mijn god, dat ding waar ik voor aan het zoeken was, had ik helemaal niet nodig. Waar ben je aan het... Oké. Niks hoor. Dit moet ik toch wel hebben. Meedoen chest. Maker Tim. Doe ik een zwaard hierin en het lijkt net alsof ik niet meedoe. Perfect. Zo. Dev Games done. Dice Farm werkt ook nog. Sander. Wat? Wat ben je aan het doen bij de biggen? Ik ben aan het rondkijken en niet vertellen dat ik hun neefje heb opgegeten hoor. Oh, veganist. Wat? Ik heb geen idee. Ik heb legitimately geen idee. Wat? Bijna hoor. Het heeft alleen wat extra stappen nodig dan ik had verwacht. Oké, okay. Ik wacht wel. Nee, ik ben ondertussen. Ik denk dat ik het bijna heb. Katerbep. Blijf het leuk vinden. Is dit het? Ik vond beerkak toch leuker. Ik weet niet. Ik vind ze allebei leuk. Oké, okay, dus dat is... Oh, het is een... Oké. Okay. Dus hij moet vertraagd worden? Ik had beter met die Ik had beter moeten opletten. Beerpakkers. Wacht, dit werkt ook toch? Zo. Ik plaats alles op sandstone, zodat niet een iMiner per ongeluk naar redstone sloopt. Nee. Waar is dit de timing? Nee. Wie heeft dit systeem bedacht? Wie heeft dit systeem bedacht? Oké. Okay. Sander? Ja? Moet je eens kijken hoe hoog die zand dropt. Wee! Heel even. Ik wil eruit. parcours. Oh, wacht. Dat is het probleem. Beter. Sander, je staat op de slimeblok en je springt daar vanaf. Oh. Ja, vandaar dat ik zo slecht was op parcours in de hub altijd. Maar ik kan het nu. Ik heb de beste schoenen. Daar gingen we het niet over hebben, toch? Oh ja, ja, ja. Dat was secret. En zo. Ja, rode schoenen zijn inderdaad geheim hoe je die krijgt. Oké, zo. Hoe schiet hij dit weg? Heb ik de oplossing? Ik heb niet opgelet. Oké. Okay. Ik heb de oplossing, kom maar. Wat? Waar ben je? Boven. Ik had beter moeten opletten op school. Tot... Ja, Oké, okay, waar? Hier. Tom gaat helemaal tevreden zijn. Je hebt een brug gebouwd? Nee. Iemand die op gaat vallen. What the fuck, Sander? Dit is genius. Het is geniaal. Hoe verstop je een redstone blok? Fuck multiparts en paintings. Oh, volgende keer, als we dit doen, moeten we gewoon een gigantische pixel art maken van een spruce wood. Mm-hmm. En die painting daarvan ophangen, of de map ervan ophangen dan. Oh. Oké, okay, maar weet je hoe groot een map is? Geen idee. Oké, okay, maar Sander, ik heb een probleem. Wat is je probleem? De redstone blok moet 2 blokken verplaatsen. Paintings zijn ook zo vreemd, hè? Ze blijven even vliegen en dan nop, not again. Oké, okay, ik heb de painting opgepakt. Hoe wil je me dat verklaren? Een idee, geef de painting hier. Hoe krijg ik het? Oké, okay, dit wordt nog een uitdaging. Oh. Oké, okay, zo. Joep. Woep. 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 I have no clue. Woep woep. Woep woep.
Iemand die weet dat daar een redstoneblok zit. En iemand die dat weet, behalve mijn kijkers. Blaas de span nu op. Praten met een... We boven in de lucht. Wacht, is dat niet gecopyright? Ik denk het niet. Anders fair use, want... Ik zing het zelf. Ja. Maar volgens de statistieken kan ik beter maar niet gaan zingen. Denk je nou echt dat we het zo even goed zingen als... Volgens de statistieken zijn we veel beter. Oh ja. Volgens de statistieken ben ik ook redelijk goed hoor. Oh, dus alleen ik niet. Nou ja, ik weet het niet zeker. Ik weet niet, ik kan niet zingen. Ik kan het niet bekijken. Je kan het niet bekijken? Oh jawel, ik kan het wel bekijken. Ik kan al zeggen. De derde plaats. Een fair use. Eens even kijken, die... Dan dat blok daar, dan een repeater daar tegenaan. En dan moet ik redstone daarheen brengen, volgens mij. Voor mij was dat het hele plan. Ach ja. Wie was ook weer de meeste movie quotes? Ik. En terecht. Maar... Nee, zoveel quote ik niet. En Jan op nummer 2? Ja. Oké. Okay. Die werkt. Oké. Okay. Dus je moet dit aan de andere kant op doen dan je... Oké, ik snap het idee. Ik snap spontaan waarom Ito dingen deed. Spontaan? Waarschijnlijk heeft hij er genoeg gebouwd om dat ervaring mee te krijgen. Nou, ik zag hem dingen heel compact doen en toen dacht ik van... Maar dat, waarom zou je dat zo doen? En nu snap ik... Nu ik het zelf bouw, snap ik het. Oh. Dat blok mag weg. Dat blok moet blijven. Zo. Dat gaat niet werken. En dat zo. En dat daar. Oké. Okay. Sander? Ja? Pak wat recent van jezelf. En ja? Plaats het op de furnace. Op de furnace. Oké. Okay. Nee, niet die. Werkt niet. I knew it. Je had het daadwerkelijk kunnen breken. Waarom gaat hij niet omhoog? Oh, ik weet. Pff. Why are you gonna be so noob? Dat daar. Dat moest daar en dan daar. Slimeblok. Dat is geen slimeblok. Dat is een Oké, okay. Ja. Wee! Maar de vraag is nu, hè? Ja. Hoe gaat hij de andere kant op? Nou, wat het idee is dat je dit een slab maakt. Hm? Ik heb opgelet op de tutorial, af en toe. En dan zet je hier ergens, ik weet niet meer welke hoogte. Fuck, even de tutorial kijken. Die. Voor mij is hij echt... Oké. Oké. Voor mij, als ik het goed begrijp, welke kant ging ik op? Die kant. Dat was helemaal oriëntatie kwijt, zo. Die... En dan met een slimeblok. En dan moeten we dat zien te timen. Snap je? Snap even? Ja, dat is een kleine krokodil. Oh, wauw. Daar moest ik over nadenken. Jij zegt snap je? Ik denk dat we beter dat gewoon een normaal blok kunnen laten. Dus het is gewoon een dirtblok en dat die mee wordt genomen. Ja, kan ook, ja. Ik denk dat het best wel klein is nu. Voor wat het gaat doen. Denk ik. Yep. Oké. Okay. Sander, hou je zandblokje weg als ze hier vast zitten. Hij breekt het hele... het andere gat. Sander! You actually broke it. Jij was het zand aan het weghalen. Volgens mij kun je zo geen dingen breken, hoor. By the way, het is mijn zand. Hij heeft mijn mesa. Je hebt geen bewijs daarvan. Gelijk in. Het is niet alsof bomen rechten hebben of zo.
Bomen hebben wel rechten. De enige reden waarom ik het zeg. Zonder zijn reactie. Ga je niet overal mijn furnaces neerzetten? Ja, maar wacht. Dit ding wordt natuurlijk ook meegenomen. Sander! Oké. Ik moet nog enigszins iets logisch doen deze episode. Beetje logisch. Chronologisch. Chronologisch? Ik weet niet, dat klonk leuk. Oh. Oké, laat hem eens vallen, Sander. Let the sand drop. Oké, ja. Komt ie, hè? Het werkt niet. Sander. Nee. Ik denk dat we iets moeten spelen met de timing. Het zag er leuk uit. Oké, kan ik? Ja, ja. Oh, die was geniaal. Oké, nog een keer. Het leek erop. Ben je het? Ja, maar hij schoot niet ver. I approve. I approve so hard. Komt dat door de blok erop? Nee. That actually fixed it. De blok erop. Wat? Oh. Oké, ik denk dat die eerder moet dan. Sander weet dat ik heel goed ben in schatten met eerder en later. Oeh! Weet je het? Oh, wauw. Dit is best wel een plek om, zeg maar, daarna weer naar Beerkak te doen. Ja, maar dan komt hij hier tegenaan. Ik denk dat hij er overheen schiet, hoor. Denk ik niet. Oh god, als hij dit ding raakt. Oké, ja, daar gaat hij tegenaan. Ja, maar het erg is, als hij hier tegenaan komt, dan breekt het hele design. Auw. En het heeft de tijd geduurd voordat hij dat in elkaar had gezet. Oh, nee, het zand breekt. Oh, echt? Ja. Open maar. Ik heb geen zwaard. Ik heb er wel één. Zelfs een nieuwe, maar ja. Oh ja, Sander, ik heb deze keer eerder mijn zwaard gebroken dan dat het mijn boog kwijt was. Wat? Mijn zwaard was gewoon kapot en ik vergat hem te repareren en toen slimes en ja. Ah ja. Looting. Lees maar even, we need a cover up. Oké, we need a cover. Ja. Dat daar. dat blok daar. Nee, dit blok hier. Oké. I see what you do there. I see what you did there. Hier, dit blok hier, dit blok hier. Mhm. Het is enigszins handig dat ik nog weet waar alle blokken zitten. Nee. Dat de blok daar, ja. Gaan we alles opvullen? Ja, zouden we kunnen doen. I approve, but... Het gaat zoveel furnaces kosten. Like I care. Daar. Die mag daar. Die mag daar. Oké, ik had nog een stack. Dit werkt wel. Sander! Hè? Gooi Sander eens in. Oh. Ja. Daarover, hè. In theorie kun je eruit tegelijkertijd met zand. Ja, daar ben ik mee bezig. Het werkte! Het werkte! Ben je die? Oké, nu wil ik het ook proberen. Oké, dat werkte niet. Oei! Oké, dat werkte. Dat werkte. Pretty fair. Dus gaan we over het water? Ik weet niet, hoeveel blokken is dit? F3. Oh, wacht. Sander. You broke it again. Oké.
GG. 1, 6. Ik denk dat hij hier komt. Oké, okay, Sander? Ja? Yeah. Kun je nog een keer schieten? Ik wil weten of hij in dit gat komt, zeg maar. Die AFK? Moet ik hem kicken? Nee. Tim. Je bent dood. Oh, god. Oké. Nog een keer. Dat blokje brak, zeg maar. Het werkte. Het blokje breken werkte. I had not expected that. Dus, welke kant? Gewoon links? Sander, je mag hem kicken. Ja, yeah, kick. Ah, je had er een leuke richt bij moeten bedenken. Ja, maar... Nee. We hebben momenteel zo'n spullen gered van die spawn. Ja, oké. Okay. Tenzij hier ergens bij de spawn stond. Oeps, sorry, wij laden die shit. 1, 4, 2. Naar... 1, 6, 8. Dat is 22 blokken? 24 blokken? Ja. Duidelijk. Wat? Dus dat is min 24, dat is iets in de 20. Dan zouden we... Sander? Dit is mogelijk. We komen hier. Wij komen hier. Ze praten tegen mij. Wauw. Dat is een leuk idee. Dan maken we een bocht, meteen vanaf blok 1. Maar we kunnen hier niet meteen terug. We kunnen ook achter de gold shop langs. Richting de taart. Dan langs de taart deze kant op en... En dan terug? Ja, maar dan alsnog hebben we hier eentje nodig. Terug te gaan. Dan maken we een tusseilandje. Nee. Geen tusseiland. Hoeveel... Vier... Hij moet hier uitkomen, toch? Even kijken. Deze lijn. Hij kwam hier. 21, hier. Hm. Dit is haalbaar. Dan komt hij hier. Dat is haalbaar. Ja. Overigens, ik sta hier op Frozen River. Het schijnt een zeldzame biome te zijn. Ik ja, wij hebben bij spawn. Sure. Oeps. Maar als, zeg maar als wij hier niet zouden zijn, zou dat geen probleem zijn geweest. De populader werd soms heel nog een paar keer. Ja, maar dat duurt niet langer dan een minuut. Oké. Elke minuut dat je hier... Wauw, er zit hier een verstopte poppy voor Tim. Elke minuut dat je er hier bent op span, is hij voor 30 seconden langer geladen dan hoeft. Oké. Dat is niet verlengd, de timer? Nee, dat is hoe mijn timer werkt, zeg maar, nu van de... Oké. Dus, dat, zeg maar, elke minuut dat we hier zijn, hebben we ongeveer één poppy. En dat is 30 seconden. Dit is een oud gat van mij, dus ik vul het even op. Straks heb je geen dirt meer. Fuck, daar heb je een punt. Cobblestone. Ja. Waarom is hier glas kapot? Fireball. Hoe is hier een fireball gekomen? Ik weet niet, maar mag ik hem blamen? Blame Fred. Blame Fred. Maar Fred verkocht glas. Fred zit... Ja. Waarom denk je anders dat het glas kapot is? Duh. Oh. Hij wil ze verkopen stimuleren door andermans glas te breken. Ik wou legitimately kaas inhuren, maar toen kwam ik achter wat zijn geweldige prijzen zijn. Oeh, laat zien. Hoe duur zijn zijn prijzen? Dan de laatste keer dat ik keek, was het een diamond per stack. Oh ja. Er is een reden waarom ik een stack heb gekocht en toen was het zo van, ik ben blut. Hihi. Hij heeft genoeg spullen om een portal te maken. Flint en steel,
12 obsidian. Hey. What the fuck? Waarom? Kaas, waarom heb je dat in je shop? En er liggen er ook nog dingen uit de Nether. Mis hij wat gold nuggets en... Overigens, mochten jullie weer een keer deze portal breken en niet terug kunnen... Ja? Yeah. Er staat er een op 0-0. Oké. Okay. Ik ben een keer naar 0-0 gegaan en ik wist niet welke kant deze kant op was. Dus toen heb ik daar weer eentje gebouwd. Mooi zo. Dus, wat gingen we doen? Deze. Dus hier landt de blok. Dus, 4 ondergrond, dat is die. Dus dit is het blok waar die op landt. Ja, wacht, ik maak even wat meer inferno. Furnaces. Ik weet niet wat het is. Fornuis? Furnaces, volgens mij. Ik vind fornuis een leukere. Oké. Okay. Even. Prioriteit, eerst gewoon een gat naar buiten maken. Good point, good point. En dan? Ja. Mhm. 1, 2, 3, 4 en 8. Ik kan 4 blokken tellen, dan komt er een slimeblok en dan komt er een... Oké. Okay. Dus hij komt ongeveer... Beer heeft het gevonden. Oké, okay, ik ga demonstreren. Hier kan ik tellen. Oké, okay, dat was raar waar die tweede kwam. De tweede kwam zeg maar een blok te ver. Oké. Okay. De root, sandworm. Door die praktijken, verdomme. Oké, okay, dus deze ga jij bouwen en je snapt hoe het werkt? Ik heb geen idee hoe het werkt, maar ik ga hem gewoon bouwen. Oké. Okay. Sure. Je ziet wel waar het blokje straks landt. Ik wil graag dat die kant op schiet. Oké, okay, dus dat betekent... Heb je nog een slab over? Ja, die heb ik. Dat fix ik voor je. Toch? Hier mag al een slab of één verder. Waarom zit hier allemaal random blokken? Dat was zeg maar de oude ijsfarm. Oh. Ik heb er letterlijk zeg maar dirt overheen gegooid. You lazy son of... Dat is ook de reden waarom er nog pumpkins zitten. Dat was zeg maar een oude ondergrond van mijn rails. Dat er geen spinnen konden spannen. Want toen de tijd werkte ik nog met rails. Nu werk ik met heel veel pistons. Wat heb je nodig, Sander? Ik ben nu... Jij bouwt deze, ik ben je slaafje. Wat? Ja? Huh? Oké. Okay. Wat heb je nodig? Het hele design. Oké, okay, ik heet geen Soren. Repeaters? Oh. Ja, ik heb op het moment alles al. Moet er daar nou een redstone dust zitten of een repeater? Mag allebei. Duststone dus. Ik doe eventjes onder elk redstone ding doe ik even een stone brick. Want dan weten ze dat ze niet mogen slopen vanwege redstone. Ja. Als je van onderaf komt, weet je wel. Ja, wacht even. Want hieronder. Hier zo. Nog een... Eerst een stone brick. Of een stone brick. Stone brick. Ik dacht eraan. Ja. Deze. En dan hier. Dan een repeater hierin. Twee ticks. Want anders heb je zo'n monostable circuit. Dat had ik niet eens gezien, trouwens. Dat we een monostable circuit hadden gebouwd. Damn, die Iron Golem farm doet nog steeds goed. Ik had laatst ook die dubbel chest helemaal weer gecraft. Nice.
Oké, dus als ik... Wordt deze ge... Dat is hier, nee, hier, hier, hier. Dat doe je zo. En dan daar een dust op. Daar een dust. En daar een blok. Hoppakee. Ja. En dan de timings. Voor mij was dit het al. Oh, wacht. Ja, ik heb net weer eentje veranderd. Dat werkt. Alleen die andere nog. Ja, die andere. Ja, over die andere gesproken. Hoeveel ticks? 3 zat ertussen. Vanaf de... 2. Ik ben er weer ingevallen. Want die was net ook al, dat is geweldig. Activeerde hij nou? Hij activeerde... Wacht, wat? Huh? Oh, er stond er nog één. Oh. Ja. Oké. Ik wil alvast een, ik wil een preview. Wee! Well, it's not stupid. Klein vraagje, hè? Ja. Ik ga deze troep even hier achter. Hebben we nu niet een put gemaakt? Een wat? Oké, gelukkig. Nee. Hoewel, wacht even, dat kun je maar op één manier testen. Het kan ook een... Nee, we hebben geen put gemaakt. Ah. Bij deze. Put that butt. Wait, it's not a butt. Ai. Joli. Jever. Ja. Ja. Hoe ga je dat fancy doen? Nou, gewoon op deze manier... Mm-hmm. Een repeater. Dan een dust. Ik hou van je. Hoe de fuck moet dat gepowered worden? Oké. Dit gaat werken hoor. Heb je nog een repeater? Sander, ik heb toevallig één repeater. Dan... Oké, tada. Jij zegt dan tada. Timing, één tik meer. Ik geef jou een tik. Eén tik te veel? Of zal hij hier tegenaan komen? Hebben we hem te laag gebouwd? Nee toch? Nee, wacht even. Dit was het eerst. Dit was te snel. Die is te snel, inderdaad. Oké, dat werkte. Dat kan ik niet rekenen. Oké, we gaan het eiland wat groter maken. Nee, we hebben gewoon te laag gebouwd, denk ik. Niet. Ik weet niet. Maar ik vind dat dit nog wel kan. Oké, als ik hier op de slimeblok sta... 60... Als ik daar op de slimeblok sta... 59. We hebben hem te hoog gebouwd. Ja, we hadden natuurlijk... We gaan van boven naar beneden daar en hier blijven we recht. Oh ja. Geen probleem. We can fix that. Het is Minecraft. We maken gewoon een rare tumor-achtig iets. I'm too tired for you. Oké. Was jij dat? Ja. Yeah. Wacht. Vuurde jij nou het blok af? Ja, net. Oké. Oh, hij komt tegen de boom. Wacht, dat wil ik nog een keer zien. Volgens mij komt hij tegen de boom. Bomen met echt... Die bomen? Waarom... Ik begin echt te twijfelen of ik partij wil horen. Oké, deze boom gaat naar de kapper. Dat mag hij nu die rechten heeft. Heb jij shear? Ik maak al een shear voor hem. Ik heb shears. Ik heb nu ook shear. Zo,
Even naar de kapper. Raakt hij mij? Wauw, congratulations. Zo, even naar de kapper. Sleeve. Oké, dan hoeven we niet deze tumor te maken. Oké, nog een keer testen. Dat zou een stukken beter zijn. Want anders komen we ook oneven uit. Ja, kunnen we? Ja, I guess. Ja, dat helpt. Naast de anvil. Hij gaat er nu ook gewoon echt precies langs. Het is Minecraft, hè? Alles werkt met meters. Ja, meestal heb je wel een beetje offset, omdat mensen niet kunnen coden. Je weet dat een... Wauw. Je weet dat een... Falling Sand Entity smaller wordt? Nee. Hij wordt, omdat het een entity is, aan beide kanten 10 centimeter kleiner. 1 centimeter, zeg ik dat goed? Hij wordt spontaan 0,8, zeg maar, breed. In plaats van 1. Dus dit weer opvullen? Ik ben ermee bezig, als dat lukt. Oké. Mhm. Dus dat kijk, was er nou ook weer een reden waarom hier geen moest? Nee. Die moet leeg zijn, denk ik. Anders raken we het blok. Niet eens nodig. Deze moet vast. Hier moet een blok. Dit. Oké. Vullen. Mensen gaan hier zo erg in vastzitten. Ik weet het. Maar dan moeten ze wachten tot de worm weer langskomt. We kunnen meerdere wormen doen. En ook best wel snel achter elkaar. Moeten we wel tegelijkertijd timen eigenlijk. Heb je nog dirt? Ja. Ik maak eventjes ladders. 1 seconde. In de hoop dat mensen niet meer vast gaan te zitten dan. Waar is Sander? Sander is daar. Hallo. Hallo. Alsjeblieft. Ik denk dat dit blok gaat... in de weg zitten. Ik weet niet, misschien wel. Dat gaat sowieso in de weg zitten. Dat gaat in de weg zitten. Ik weet niet. Sowieso moest dit een slab. Dat hadden we al getest net. Ja, oké. Wat? Oké. Allereerst, dat ding zat vast op dit blok. Daar moet de furnace. Daar moet de furnace, ja. Oké, wat? Hij heeft het een werkt, zo meteen stupid, maar... En dan hier een... Oh, ladder. Oké, test nog een keer. Komt hij tegen de ladder? Dat best kunnen. Nee, komt nog steeds tegen de slab. Ik dacht dat we hetzelfde net daar hadden gedaan. Wel. Deze heeft 2 ruimte dan een slab. Deze heeft 2 ruimte dan een slab. Maar deze heeft al een blok die hij niet had. Oké. Dus 1, 2, slab. Maar dan moet deze ook dieper volgens mij. Zou die daar tegenaan? Misschien, we proberen het. Toch al in. Sam! Is het echt niet dit blok? Probeer het. Nope. Slap gaat weg. Fuck de slap. Oké, maar nu wil ik wel daar een ladder. Dat werkt. Werkt niet, denk ik. We proberen het gewoon. Fuck it. Gaan proberen. Nee. Kwam je er tegen? Voor mij deed hij het. Oké,
Oké, nog een keer. Ja. Welcome back. Hij doet het. Hoe weet Beer waar Tim AFK stond? Geen idee. Oké. Okay, pff, whatever. In daten ze wel. Oeh. Gaan wij ook daten, Sander? No! No. Forever alone. Lonely. I'm living lonely. I have nobody. All on my own. Oké. Maar volgende. Oké. Ik denk dat we nu redelijk op de helft zijn. Dus dan was dit part 1. Dan zie ik jullie toch voor de part 2. Part 2. Dat parkeerkaart. Wat?